Hoi allemaal, deze week hebben wij een What's on my puntje 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 week bij Fem. En ik sluit de week af door een What's on my bookshelf te laten zien. Oftewel, wat staat er op mijn boekplank? En ik wil even een korte mededeling doen, want dit is namelijk mijn laatste video voor Fem. Masha komt nu weer terug. Dus volgende week vrijdag zie je niet mij, maar Masha weer gewoon. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar mijn video's en voor alle lieve reacties. En ja, ik wil jullie gewoon bedanken voor jullie support eigenlijk. En wie weet zien jullie me in de toekomst nog ooit wel een keertje op dit kanaal. Dit is mijn boekenkast. Er staan ook andere dingen in, maar ik heb twee planken gevuld met boeken. En dit zijn niet alle boeken die ik heb, maar dit zijn of boeken die ik leuk vind of die er als laatst bij zijn gekomen. Allereerst heb ik hier het boek Pretty Little Liars deel 1 en deel 2. Dit is van Sarah Shepard. Ik heb het boek nog niet gelezen, want ik wil eerst even afwachten hoe de serie eindigt. Hier heb ik Zeesteen van Janneke Holwerda en dit gaat over een meisje dat in een dorpje is opgegroeid en hele verstikkende ouders heeft. En het liefste wat zij wil is met haar camera erop uitgaan en de grote stad intrekken. En dat doet ze dan ook, maar ze vindt het dan heel erg moeilijk om los te komen van haar verleden en zo. Ik heb hem best wel snel uitgelezen en ik vond het wel een vermakelijk boek in ieder geval. Hier heb ik een boek dat eigenlijk geen boek is. Het is namelijk This Is Not A Book van Carrie Smith. Zij is ook van Wreck This Journal en dit is een soort gelijk boek eigenlijk. En er staan allerlei opdrachten in. Dit is bijvoorbeeld een wishing well, dus een wensenput waar je je wensen op moet schrijven. Allemaal van dat soort opdrachten en je moet het boek ook mee naar buiten nemen en zo. Dan heb ik hier het boek Ik was 12 en ik fietste naar school van Sabine Dardenne. En dit gaat over Sabine die 80 dagen in de kelder van Dutroux heeft gezeten. Dutroux heeft een heleboel meisjes ontvoerd en sommige zelfs vermoord. Sabine was daar dus één van, alleen zij is ontsnapt uiteindelijk. En dit is dus haar verhaal over hoe ze werd ontvoerd en hoe ze dus 80 dagen lang in de kelder van Dutroux zat. Heel naar verhaal, maar ik vond het super interessant om te lezen en het heeft me echt heel erg ontroerd. Dan heb ik hier Safi's Engel van Hilary McKay en dit is een beetje een kinderboek, maar het is wel heel anders dan andere kinderboeken, vond ik. Het boek is heel bijzonder geschreven. Het gaat namelijk over alles heeft een beetje te maken met kleuren. Zij heeft bijvoorbeeld saffraan, maar je hebt ook haar zusje heeft Rose en Indigo. Een leuk kinderverhaal, maar wel anders dan anders. Hier heb ik het boek 1-0 voor de autisten van Carlijn Stoffels. En dit boek vond ik echt heel erg grappig, maar ook interessant. Want het is geschreven vanuit het perspectief van een autist. Het is natuurlijk heel erg grappig ook, omdat ja, in een psychiatrisch centrum lopen natuurlijk ook bijzondere mensen rond. Maar het is ook af en toe wel heel erg zielig. Het heeft me wel een betere kijk gegeven op hoe autisten denken in ieder geval. Dan heb ik hier het boek Tijger, Tanga's en Tongzoenen, geschreven door Louise Renison. En dit boek heb ik gelezen toen ik op de middelbare school zat nog en echt een tienermeisje was. En daar is dit boek ook echt perfect voor. Het gaat eigenlijk gewoon over alle problemen die bij het leven van een tienermeisje horen. En het is geschreven in een soort dagboekvorm. En het gaat dan bijvoorbeeld over zoenen en strings dragen. En heerlijk meisjesboek. En deze staat hier omdat het echt een van mijn favoriete boeken van toen ik die leeftijd had is. Dan heb ik hier Summer in the City en dat hoort bij de Carrie Diaries serie van Carrie Bradshaw uit Sex and the City toen ze nog wat jonger was en net naar New York vertrok om daar schrijfster te worden. Geschreven door Candice Bushnell. Ik vind deze serie gewoon heel erg leuk. Dan heb ik hier het boek Wraak, geschreven door Danielle Bakhuis en deze heb ik ooit eens gewonnen op een beautyblog. En het is wel een boek voor, ja, niet meer echt voor mijn leeftijd zeg maar, wel voor jongere meiden ook. Maar ik vond hem toch heel erg leuk en hij leest echt super makkelijk. En het gaat over een meisje dat nogal een lullig vriendje heeft en die zet haar heel erg voor schut. En zij wil hem dan terugpakken, maar dat pakt niet zo uit zoals ze had gehoopt. Dan heb ik hier het boek Tuurlijk van Jane Costello. Dit is echt een soort van huisvrouwenachtig boek. Het gaat namelijk over Zoe en Zoe die is door haar verloofde in de steek gelaten een dag voor het huwelijk. Ze vlucht dan naar Amerika en daar gaat ze dan als nanny werken, fulltime in een huis. En dit is echt een heel grappig boek. Het is leuk geschreven, echt met van die one-liners. Ja, aanrader. Dan heb ik hier de drie boeken van Lauren Conrad uit de LA Candy serie. En dit gaat over haar tijd van toen ze bij de Hills zat. Het is geschreven in de verhaalvorm en ze heeft dus eigenlijk over haar eigen periode van toen geschreven. Maar dan alsof andere mensen het hebben meegemaakt. Ik vind dit echt hele leuke boeken, want het geeft je eigenlijk een hele andere kijk op reality series. En hoe dat eigenlijk zo wordt opgezet, terwijl je dat zelf misschien helemaal niet zo wil. Dan heb ik hier één deel van The It Girl. Deze is van Cicely van Ziegstar, als ik het goed uitspreek. Ze is ook de schrijfster van Gossip Girl. En dit boek gaat niet over
Blair en Serena, maar over Jenny Humphrey. En die dan naar de high school gaat en daar met allerlei problemen te maken krijgt. Ook een hele leuke serie. Hier heb ik het boek Totti's Vlucht, de tunnelgraafster van Breda, geschreven door Anna en Hendrik Jan Korterink. En dit is eigenlijk het boek waarin Totti vertelt over hoe zij terecht kwam in de gevangenis en hoe dat ging met de rechtszaken en zo. En hoe ze uiteindelijk is ontsnapt en daarna is ondergedoken. En dit is een waar gebeurd verhaal. Totti is ook echt ontsnapt uit de gevangenis door een tunnel te graven met een lepel. Het boek leest niet heel erg lekker weg, maar ik vond het wel heel erg interessant om te lezen hoe dat eigenlijk gaat in de gevangenis. En zo. Hier heb ik het boek Beauty, ook van Lauren Conrad. Ik vind haar echt ontzettend gaaf. Een boek vol met tips over verzorging, over sporten, over make-up en haar en allemaal dat soort dingen. Gaan we verder met de tweede rij. Allereerst heb ik hier een soort receptenboek. Het heet Eet je mooi in 28 dagen. En er staan dus 28 recepten in. En verder staan er ook nog lijstjes in van waar zit vitamine E in, waar zit calcium in en waar is het goed voor. Hier heb ik een heel oud boek van The Body Shop. Heel informatief en ook echt een leerzaam boek. Met leuke plaatjes erbij. Hier heb ik eigenlijk iets wat geen boek is, maar dit is de Blogazine. En deze heb ik hier staan omdat ik erin sta. Kijk, daar ben ik. Een hele bladzijde. Dan heb ik ook nog de Paris Street Style. Dit is echt een beetje een modeboek waar allemaal mooie inspiratiefoto's in staan. En hoe je je kunt kleden. En dit is misschien een beetje gek, maar dit is een prentenboek. En die staat hier omdat ik hem laatst heb voorgelezen bij mijn kleuterklas. Elmer en de Nijlpaarden. Ja. Gewoon een prentenboek. Dit is het boek Hoezo. En hier staan eigenlijk allerlei vragen in die dan onderzocht worden. Allemaal van die wetenschappelijke onderzoekjes en feitjes over eigenlijk alles in het leven. Dit is wel weer een echt boek. Het verhaal van Edith. Geschreven door Edith Velmans van Hessen. En dit is een oorlogsdagboek. Een beetje à la Anne Frank. Maar het verschil is dat Edith de oorlog heeft overleefd. En dus na afloop alles heeft verteld hoe dat was om onder te duiken. Dit is dus haar dagboek van vroeger en nu ze ouder is heeft ze daar dus een toelichting bij gegeven. Heftig verhaal, maar wel echt mooi om te lezen en gewoon indrukwekkend. Dit boek heb ik gisteren pas gekregen voor mijn verjaardag. Dit is Friet in de kliniek van Marit Brugman. Het gaat dus over Marit die een eetstoornis had en toen in zo'n kliniek terecht kwam en daar is hersteld van haar eetstoornis. Ik kan niet wachten om deze te gaan lezen. Natuurlijk, The Fault in Our Stars van John Green. Deze heb ik ook pas uitgelezen. Prachtig boek. Wel heel erg hartverscheurend natuurlijk. Echt een zielig boek. Heftig ook wel. Het gaat over twee jongeren die kanker hebben en dan steun aan elkaar vinden en een relatie opbouwen. Heel erg heftig, maar wel het lezen waard. Echt een mooi boek. Dit is een boek met allerlei nail arts erin. Het is van Donne en Ginny Geer. En hier staan een heleboel originele nail arts in dus en hoe je die moet maken. Echt hele leuke foto's ook. Dan heb ik hier het boek Room van Emma Donoghue. En dit boek gaat over een jongen van 11 die zijn hele leven lang in één kamer heeft doorgebracht en daar ook nooit is uitgekomen. Samen met zijn moeder. Zijn moeder weet wel dat er een wereld buiten die kamer is, maar hij weet dat zelf niet. Het is wederom een heel indrukwekkend verhaal. Echt een bijzonder verhaal. Ook iets wat je niet dagelijks leest. En tot slot heb ik hier een boek dat ik heb geleend van mijn vader. Het is echt wel een heel oud boek. En het boek heet The Book of the Dunkau. En dit gaat eigenlijk over dieren op een boerderij. Het is dus ook geschreven vanuit het perspectief van de dieren. Mijn vader zegt dat dit echt een heel goed verhaal is. En dat het echt een boek voor mij is. Ik ben er nog niet in begonnen. Maar ik ben heel benieuwd ernaar. En dat waren alle boeken die op dit moment op mijn boekenplanken staan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. En laat vooral ook even achter welk boek jij op dit moment aan het lezen bent. Bedankt voor het kijken. Doei!